Mijn naam is Steun. Ik ben 24, kerngezond en woon op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Waarom? Ik ben 24, maar niet heel mijn leven. Daarom ga ik nu op zoek naar antwoorden voor later. In een reis van 3 jaar door 11 landen en 4 continenten... kijk ik hoe wij in de wereld omgaan met dementie en de mensen die hiermee moeten leven. En hoe kunnen wij de samenleving in de toekomst inrichten voor de mensen die onze aandacht zo hard nodig hebben, maar die wij zo vaak vergeten? Iedereen, ondanks leeftijd of diagnose, heeft toch hetzelfde recht op een goed leven? Ja, ben je toch helemaal niet meer van enig nut. Heeft u dat gevoel? Ja. Dat is toch ook zo? Wat voor nut heeft het nou nog als ik leef?